Een doordeweekse voetbalavond in de achtste finales van de Districtsbeker. FC Shabab tegen GVVV. Ofwel de koploper van de zaterdag topklasse, GVVV, tegen de hekkensluiter van de zondagstopklasse, FC Shabab. Een goed draaiend elftal tegen een elftal waar de discipline op het moment ver te zoeken is. Je hebt gewoon met wat spelers te maken die niet verder kunnen, die de top spelen. En dan kun je wel alles vragen wat je wil, maar als dat de top is en niet genoeg is, dan is dat een probleem. Zo werden de laatste twee wedstrijden verloren met 6-1 en 7-1. En werd de laatste zege behaald in september en is directe degradatie niet ondenkbaar. Ja, zeker wat je zegt. Het doet pijn bij ons allemaal uiteraard. Zoals het nu gaat zijn we uiteraard niet blij mee. Slaap je er slecht van? Ja. Ja? Zeker. Zullen wassen. Geen zin als ik thuis ben. Mijn vrouw, wie verloren? Wie 7-1? Nee, soms schaam ik gewoon. Ook tegen GVVV staat Shabab weer vroeg op achterstand. Maar Habib ziet zijn ploeg nog wel strijd leveren en bij fases zelfs goed voetbal spelen. Bijna een doelpunt. Oh, ja, ja, ja. Net niet? Oh nee, meer niet. Dat is het hele seizoen en net niet. Waarom blijf? Nee, we hebben geen goede spits. We spelen al het seizoen zonder spits. Jammer. Naast de sportieve zorg is het bestuur van Shabab al ruim een jaar bezig om tot een fusie te komen met DWS. Een fusie die al twee keer is afgeketst na een ledenvergadering. De spanning tussen beide verenigingen is om diverse redenen inmiddels hoog opgelopen. Toch wordt er nog één poging gedaan om te fuseren. We hebben nu wederom heel weinig tijd. Want als die fusie moet gaan lukken, dan moet dat voor 1 mei rond zijn. Nou, dan moet je een maand van tevoren moet je het fusievoorstel ter inzage leggen. Allemaal deadlines, et cetera. En ik heb van de week heb ik een keer uitgerekend dat we eigenlijk nog maar 2 weken de tijd hebben om dit rond te maken. Kortom, binnen 2 weken is er meer duidelijk wat betreft de fusie tussen DWS en Shabab. De wedstrijd tegen GVVV werd uiteindelijk verloren met slechts 1-0. Shabab speelde niet onaardig en heeft richting de volgende competitiewedstrijd weer een klein beetje zelfvertrouwen getankt. Je wacht eigenlijk een keer om een omslag en dat zou vandaag kunnen zijn. Dan betekent het volgende week zondag dan de eerste moet zijn en hopen dat het dan positief wordt. En van daaruit gaan we weer verder kijken. Hoogst haalbare na competitie? Nou ja goed, ik moet je eerlijk zeggen, als we na competitie halen ben ik hartstikke blij. En zondag speelt FC Shabab in de topklasse tegen de Treffers.